Deze twee kerels kennen elkaar al heel lang. Erik Gressens en Manu Nava zijn erbij sinds het begin van de European VW Fun Cup, nu 20 jaar geleden. En het is dan ook heel gepast dat we samen met hen even het geschiedenisboekje openslaan en een paar herinneringen ophalen. Ik had een ongeval gehad in de rally van Portugal en ik had aan mijn moeder beloofd nooit meer een rally te doen. Ik had gezegd rally, niet autosport. En toen kwam ik Manu tegen en hij heeft mij geïntroduceerd op de Fun Cup en we zijn samen in zee gegaan. Erik en Manu reden toen samen met Christophe Chauffra en waren bij de eerste die geloofden in de VW Fun Cup. En die eerste keer die is er lang bijgebleven. In 1997 was dat. De allereerste koers die was in Chimay en we hebben daar al een vreemde voorstelling gehad, want we zagen Frans Dubois daar gewoon onder de wagens liggen en de cardans vervangen, want de een na de andere ging stuk. Dat was de allereerste wedstrijd van de Fun Cup. Er waren zo wat 14, 15 auto's denk ik en wij hadden toen nummer 14. De première aventure Fun Cup à 14 ou 15 voitures, je crois, en nous on était le numéro 14 à l'époque. Sinds 1997 hebben Nava en Gressens zo wat iedere functie vervuld in het kleine wereldje van de VW Fun Cup. Ja, het was het rijden natuurlijk, maar ook, we organiseerden ook een eigen team. We waren de grootste dealer toen. We waren een dealer voor 14 wagens in de 25 uur bijvoorbeeld. Dat waren echt hoogdagen, zowel op commercieel, vriendschappelijk als sportief vlak. Men zou kunnen denken dat de twee het na 19 seizoenen in de VW Fun Cup het wel al allemaal gezien hebben. Maar toch beginnen ze met evenveel enthousiasme aan het seizoen 2016. Ja, we blijven hier echt strijden. Hè. Er is nog altijd heel veel fun in de Fun Cup. Je moet nog altijd heel sterk zijn. Het is niet zo dat we op onze lauweren kunnen rusten, bijvoorbeeld. Ik denk dat dit... waarom zouden we iets anders proberen? Dit is zoveel fun, tegen redelijke kosten ook. Behalve grotere categorieën die dan veel duurder zijn. Ik denk niet dat we... Ik denk dat dit de beste combinatie is van rijplezier en budget. Naast het rijden en de liefde voor autosport is het verhaal van Manu en Erik vooral een verhaal van vriendschap. Ja, Erik heeft me eigenlijk geïntroduceerd in de autosport. Dat ik weet nog, toen ik jong was, dat ik hem hier eens in de rally van Spa uit de modder ben komen trekken toen hij zich vast had gereden. Maar ja, sindsdien zijn we altijd bij elkaar gebleven. We hebben altijd een hele goede vriendschapsbank gehad. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar ook op commercieel vlak hebben we lang samengewerkt. We delen eigenlijk ook dezelfde visie op de autosport en hoe je daarmee moet omgaan. En we vullen elkaar uitstekend aan. Samen zijn we sterker dan elk apart. Onmogelijk om alle herinneringen en alle anekdotes van de twee vrienden op te halen. Die samen ook eens het kampioenschap hebben gewonnen en ook de 25 uur hebben gewonnen. En vandaag tot de vaststelling moeten komen dat de VW Fun Cup heel wat veranderd is en dat het recept om hier te winnen niet meer hetzelfde is als voordien. Het geheim om te winnen nu is misschien anders dan vroeger. Vroeger moest je georganiseerd zijn, regelmatig zijn, maar nu moet je eigenlijk ook snel kunnen zijn, want het niveau is ontzettend omhoog gegaan. Iedere rijder moet snel kunnen zijn, dus je moet georganiseerd zijn, regelmatig rijden en vooral iedereen moet hypersnel zijn. Je kan echt geen seconde laten liggen. Met de 2.78 Acome by DNS hoopt Manu Nava ook in 2016 nog voorin te rijden. Erik Gressens daarentegen die kruipt nog af en toe achter het stuur, maar die blikt nu ook al vooruit. Ik ben ouder dan Manu. Ja, ik weet het, het ziet er zo niet uit, maar ik ben wel ouder dan Manu. En het is een beetje tijd om afstand te nemen van het rijden eigenlijk, want ik voel wel dat het niet meer zo goed gaat. En door een taak als teammanager op te nemen bij Jean-François Olivier, bij het Allure-team, kan ik in dit autosportwereldje blijven dat me al 30 jaar zoveel plezier heeft bezorgd. Dat is echt een mooi geschenk dat Jean-François mij heeft gedaan. Ook na 20 jaar zijn Manu Nava en Erik Gressens dus vast van plan om nog een tijdje deel uit te maken van de grote familie van de European VW Fun Cup. En nog altijd met dezelfde ambities. De Fun Cup is veel meer dan autosport. Hè. Het is eigenlijk mijn hele sociale leven eigenlijk. En het is, we zeggen het al heel dikwijls, we doen de Fun Cup op een ernstige manier zonder onszelf veel te ernstig te nemen. Het enige wat we ernstig nemen is het menselijke aspect, het vriendschappelijke aspect.
al de rest moet je goed doen, want anders is het veel minder plezant natuurlijk. En het is echt om nog zich beter te kunnen amuseren, want het resultaat is dan wel belangrijk, maar eigenlijk is het ook maar bijkomstig.